Hallo, we hier op je beeldscherm. Punch-Out Battles, achtste finale. Chopper tegen Waldo. Waldo, ja, een beetje teleurstellend dit. Ja, klopt. Nee, ik zei net ook tegen X. Ik ben met zoveel dingen tegelijk bezig. Dat ik veel minder tijd heb kunnen besteden aan het voorbereiden dan anders. Die tweede ronde die heb ik als laatste geschreven. Die heb ik vanmorgen nog moeten leren. Verder ben ik gewoon te veel met muziek bezig. Waardoor ik me echt moet aanzetten tot het voorbereiden van een battle. En nou ja, ik had ook met alle respect niet veel inspiratie voor Chopper. Het zijn allemaal dingen waardoor het voorbereiden minder ging dan anders. Ja. Nou ja, stel dat je het wel redt. En kom je in de kwartfinale tegen een Popjorn of Nick Veen. Heb je daar wel inspiratie voor? Ja, dat denk ik wel. Ik moet er gewoon even meer tijd voor nemen en beter voor gaan zitten. Maar bro, we willen die classic Waldo zien, man. Ja. Nou ja, zoals vandaag, dat gaat ook niet. Dat gaat niet nog een keer gebeuren, man. Alright. Hou ik je aan. Chopper, hoe ging het voor jou? Ik zeg eerlijk, ik had nog nooit gechoked na vandaag dan. Ik had niet verwacht dat ik ging choken, maar ja, man, niet als excuus of zo, maar je toch Ramadan dingen. Ik had misschien binnen één dag alles geschreven, dus ja, man. Is dat dan niet raar? Ben je in de achtste finale tegen een grootheid als Waldo en dan bereid je niet voor? Even serieus. Heb je gelijk in, man. Weet je toch, ik vind dat geloof toch wel iets erboven gaat, maar ik wou toch wel battelen, snap je? Dus ik wou Punch-Out niet in de steek laten en mijn geloof sowieso niet, man. Weet je toch? Dus, denk je dat je het redt? Ja, man, nu de Ramadan voorbij is wel, man. Ik denk het wel, maar ben je volgend seizoen terug? Weet ik niet, man. Dat gaan we nog zien. En denk je dat je nog kans maakt om de kwartfinale? Ja, man. 3 ronden op de telefoon zetten, dat is niet echt handig, man. Ja, nou ja, ik denk dat je ergens natuurlijk wel in andere rondes, andere battles genoeg krediet hebt opgebouwd. Stef, wat vond jij ervan? Ik heb niet gecheckt, man. Ik moet nu, dus ik was met mezelf bezig. Oké, cool. Waar eindigt dit, Waldo? Hoe bedoel je, dit of dit? Nou, stel dat je het redt, zie je jezelf als titelfavoriet? Favoriet weet ik niet. Ik denk dat de top 3 op dit moment allemaal wel favorieten zijn. Maar kijk, het kan wel zijn dat ik mijn telefoon erbij had, maar anders had ik het helemaal niet terug kunnen halen. Nu heb ik in ieder geval wel allemaal bars kunnen spitten. Dus ik hoop dat het publiek mij en de jury dit een beetje vergeeft. Het was kut, maar misschien nog beter dan joken. Dat dacht ik ook, ja. Ik bedoel, ik kreeg nog wel de derde ronde wat minder, maar ik kreeg op zich nog wel redelijk wat reactie. En ja, dat het dan een keer niet zo goed in mijn kop zit als anders, ja, het kan een keer gebeuren of zo. Ik weet het niet, ik heb er ook verder niet echt een... De volgende ronde, als je het haalt, willen we die classic Waldo terugzien. Dat heb je beloofd. Chopper, dope. En we zien jullie volgende keer weer, man. Chopper, shout op je beeldscherm. Succes, man. Ja.